Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vanochtend was Jordi heel erg vroeg wakker. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want meneer is in zijn tentje gekropen om te gaan slapen. Dus ik heb even een dekentje gepakt en een handdoekje voor onder zijn gezicht. Zielig lekker te slapen. En hier ligt ook iemand te slapen. Stuitje slaapkoppen. En mama, die is natuurlijk weer wakker. En papa is werken. Maar in ieder geval, lekker rustig. De kindjes, die liggen op dit moment in bed. Jordi, die sliep nog niet, meen ik. Ik ben ondertussen ook aan het uploaden. Down. Ik heb net de file op de laptop gezet. Het is altijd wel een dingetje hoor, want je moet bedenken hoe dat je iets wil noemen. En dat is best af en toe lastig om dat te bedenken, want ja, je wil wel iets doen wat, ja, wat met ook die dagen te maken heeft natuurlijk. En dat vind ik altijd wel een lastig dingetje. Want ik ga niet, zeg maar, zoals ze dat noemen, clickbait of wat dan ook. Het moet wel ook echt die dag gebeurd zijn of die dagen gebeurd zijn, vind ik dan. En soms hebben we leuke dagen en soms hebben we saaie dagen. Maar toch, hè. Die dagen hebben we er gewoon bij zitten. Jordi begon ineens heel hard te schreeuwen. En ik ben al even met hem bezig geweest. Meneer wil niet slapen, maar hij is wel hartstikke moe. Maar hij gaat toch echt eventjes in bed nog slapen. Ik heb alweer een paar keer luien verschoond, het is goed. Nu blijft hij maar lekker in zijn bed liggen. Ik ben geschopt, ben geslagen, ben alles van kwaaiigheid bij hem. Dus klaar. Jordi slaapt nu eindelijk. Hij sliep tegen 3 uur, het is nu 3:10. Hier was iemand weer wakker. En die laat ik gewoon tot 4:30 of zo slapen. Ik moet heel eventjes naar een neefje toe, die is jarig. Gaan we eventjes wat afgooien. Dan zijn we ook zo weer thuis. En ja, deze Lily is wakker. Hey, lekker stukkie. Heb je lekker geslapen? Je bent nog niet zo spraakzaam, hè? Heb je lekker geslapen? Hey. Oh, had je lekker geslapen, Liam? Had je lekker geslapen? Hè? Wat zeg je nou? Je maakt weer altijd babbelen. Nee, niet. No. Er is iemand wakker. Het is bekend 5 uur. Hij wou niet wakker worden. Maar ja, hij is wakker. Met Liam ben ik ook even bezig geweest. Want die had, die heeft ergens last van. Ik weet alleen niet waarvan. Dus ik heb hem uiteindelijk toch een zetpilletje gegeven. En die werkt nu. Dus ik denk dat het tandjes zijn. Dat denk ik. Maar ja, ik ben natuurlijk geen arts wat dat betreft, maar ik heb het idee dat. Dus, maar ja, in ieder geval. Jordi zit als Oranje. En zo dadelijk is het alweer etenstijd. Komt Niels alweer thuis. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Komt goed. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. Omdat wij eventjes naar een verjaardag moesten van een neef van Jordi en Liam. En ja, toen waren we op een gegeven moment weer thuis en gingen ze naar bed. Toen zijn Niels en ik ook een keer naar bed gegaan. En vanochtend, Jordi, ben je aan het doen, klein ondeugje? Min doen, hallo. Vanochtend was Niels naar zijn werk toe. En hebben deze twee, of in ieder geval Liam, die ligt nu al in bed. Maar heb ik deze twee mannetjes
heb ik geholpen en het flesje gegeven en alles. En Liam ligt nu al te slapen. En Jordieke krijgt dadelijk een fles en dan gaat hij dadelijk slapen. En ondertussen is hij nog even een filmpje aan het kijken. En ze gaan het irriteren dat zijn mama aan het filmen is. Hè? Ja, Lino aan het irriteren, hè? Ja, vind je niet leuk, hè? Ja, mama gaat al weg. Mama gaat al weg. Kijk, mama kus. Mama kus. Hé, mama geen kus. Hallo, dat is mijn neus. Dat is niet een kus. Mama wil een kus. Yay! Ik heb een kusje gehad. 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 Over een goede maand, wat ik nog eventjes zou zeggen, over een goede maand is Jordi jarig. Hij is geboren op 5 december, dus het is een Sinterklaaskindje. En ja, Jordi heeft op dit moment nog niet het besef van cadeaus. Maar we hebben wel een bepaald bedrag altijd in ons hoofd wat we aan de kindjes willen geven dan. En ja, ook voor de verjaardag. En we hebben voor de verjaardag, voor Jordi hebben we een poef besteld. En die is vandaag binnengekomen. En hij krijgt natuurlijk, van Sinterklaas krijgt hij natuurlijk ook cadeautjes. Dus wat wij hebben besloten is dat die poef alvast in de woonkamer komt. En dat hij dan de cadeautjes van Sinterklaas, die krijgt hij dan ook met zijn verjaardag. Want ja, hij heeft het besef nog niet. Dus daar gaan we ook nog niet in die zin iets mee doen. Dus, en we vieren zijn verjaardag dit jaar ook niet echt. We gaan daar verjaardag van Liam en van Jordi. En ook gelijk een kraamfeestje in de zomer doen. Want, of in ieder geval richting zomer, ligt er maar net aan hoe alles loopt. En ja, dan kunnen we daar buiten vieren. Dat is eigenlijk de bedoeling dan. En ja, dus dat is eigenlijk een beetje het ding. Maar zijn verjaardagscadeautje komt dus al hier in de woonkamer te staan. Want daar heeft hij nu al wat aan. En dan kan hij er ook aan wennen. Dus hij heeft de zitzak van toen Liam babytje was. Die kan ik dus weg gaan leggen. En dan kan hij die poef gaan gebruiken. Of in ieder geval, het is een zitzak. Maar dan voor wat oudere kinderen. Dus dat. Maar als hij daar op bed ligt, ga ik hier aan de gang. Zodat straks die poef hier kan staan. Ik ben in slaap gevallen. De kindjes lagen te slapen. Ik wou poetsen, maar dat is hem niet geworden. En hier is iemand wakker. Hallo. Niels komt ook zo thuis. Ik ga even kijken of Jordi nog slaapt. Als jullie zagen, het is misschien donker, maar Jordi slaapt nog. Maar deze grote vent is al wakker. Ja. Zal mama jou uit bed gaan halen? En volgens mij heb je ook nog gepoept. Ja. Dus die gaan we maar eens eventjes verschonen. Onze baby, kleine baby. Baby. Kleine baby, kleine baby. What are you doing?
Een hele goede morgen. Wij zijn net bij de Kranenbroek geweest. We hebben een andere kerstboom gekocht. En dat is niet omdat onze vorige kerstboom op is, maar die is gewoon te groot. Dan moeten we alles gaan verbouwen. Ja, en daar hebben we nu geen zin in. En we konden goedkoop bij de Kranenbroek een kerstboom halen, die wij prima vonden. En dan kan ik mooi een Sinter kerstboom maken. Sinterkerst, in ieder geval, ik maak eerst een kerstboom met Sinterklaas spulletjes erin. En als Sinterklaas geweest is, dan komen de kerstballen in. Dat is wel zo leuk, hè? Vind ik. Maar goed, we gaan weer onderweg naar huis. En ja. Jordi zit achter ons. En Liam zit daar. Dus we gaan weer onderweg terug. De kindjes liggen op bed en ik ben met mijn bumpke bezig. Ik ga er gewoon vast een Sinterklaasboom van maken, is gezellig. Jordi was net al aan het kijken van, hoe mama lichtjes. Dus ja, ik ga ermee aan de slag. Onze Sinterkerst en nieuwboom. Wat? Onze Sinterkerst en nieuwboom. Ja, misschien volgend jaar ook nog wel Halloween. Maar dat zien we nog wel. Niels is ondertussen dat auto gebeuren aan het kijken. Saai. Hij is af. Ik heb kleine cadeautjes ingepakt. Ik heb allemaal medicijnen heb ik uit de doosjes gehaald. Die heb ik allemaal in zitten pakken. Nu heb ik mijn Sinterklaasboom. Leuk voor de kindjes, hè Niels? Zeker. Nou, een kindje chocolaatjes in voor papa. Nee, natuurlijk niet. Ik zal jou eventjes verwennen. Dag, echt niet. Nee, ik doe dat alleen maar voor de kindjes. Nou. Ja, hij heeft stiekem ook nog een kind, maar daar geef ik hem geen sjoeg in. Ja, nu even de boel stofzuigen, want anders hebben we een hond die morgen naaltjes scheidt. De boompie. Liam. Kijk eens. Zijn lampjes. Wauw! Het zijn allemaal lampjes. Ja! Ja, een tv. Hij heeft het concentratievermogen van een visstick. Hopelijk komt in de toekomst wordt dat beter. Maar Niels kennende, met zijn genen, weet ik niet. Hier is nog iemand wakker. Nee, mama, ik ben niet wakker. Lichtjes! Wauw, lichtjes! Allemaal mooie lampjes! Hij is net wakker. Wauw, lampjes! Ja, het zijn lampjes. Ja. Hetzelfde verhaal. Net de visstick. Alles is hier weer spik en span. De kinderen liggen lekker te slapen. Joef zachtjes. Joef is nog een beetje aan het vervelen.
Ja, je hoeft. Nee, je hoeft, doe nou niet tongen. Doen we nooit. Wij gaan nog even in de koffer kijken. En daar kan ik lekker slapen. En morgen komt Jordi zijn nieuwe bed. Ja, klopt. Maar is voor de volgende vlog. Ja, ik heb wel vandaag alles hier gepoetst. Dus alles is weer netjes. Dus we willen jullie bedanken voor het kijken. Yes. En tot de volgende keer. Tot de volgende.